Welkom bij Windpark Bijvank, een nieuw windpark van duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Ik ben Matthijs Opperhuizen, omgevingsmanager van dit windpark. We zijn volop bezig en ik zal jullie wat vertellen over wat erbij komt kijken om 4 van deze windmolens te bouwen. Stap 1 bij de bouw van dit windpark is de aanleg van wegen geweest. Daar is het in maart 2020 mee begonnen. We hebben zelfs een compleet tijdelijk kruispunt gemaakt om de fietsroute die hier langs loopt veilig door te kunnen laten gaan. Als het windpark gebouwd is, wordt dat kruispunt weer in oude situatie hersteld. De wegen blijven wel liggen en daardoor kunnen we bij de windmolens komen en daar gaan we nu heen. Dankzij de wegen die zijn aangelegd kunnen we bij de locaties van de windmolens zelf komen. Wat daar dan vervolgens wordt aangelegd is de zogeheten kraanopstelplaats. Het woord zegt het al, daar kun je een kraan neerzetten, maar ook de onderdelen opslaan die nodig zijn tijdens de bouw. Tijdens de bouw is de kraanopstelplaats wat groter dan zometeen tijdens de exploitatieperiode, dus als de bouw voorbij is en de windmolens draaien. De wegen zijn klaar, de kraanopstelplaatsen zijn klaar. De volgende stap is dat dan het fundament van de windmolens worden aangelegd. En dat zal ik jullie nu laten zien. Zoals gezegd, nadat de wegen en kraanopstelplaatsen klaar zijn, begin je met de bouw van het fundament van de windmolens. En dat begint met heiwerkzaamheden. Zo'n 30 heipalen van ook zo'n 30 meter lang zijn de grond ingeheid hier. En daarop is een wapening gevlochten. Een heleboel staal, dat maakt een hele grote constructie. Dat zit aan de heipalen vast. En vervolgens gaat daar een heleboel beton overheen. En daar zit ik nu op. Dat is na een aantal weken uitgehard en is een heel solide fundament dat goed de krachten kan weerstaan, dat als de windmolen erop staat, die beweegt natuurlijk door de wind, maar het fundament houdt hem goed op zijn plek. En als het fundament klaar is en goed uitgehard, is dat een teken voor een hele belangrijke volgende stap in de bouw van de windmolens, namelijk de aanvoer van de windmolenonderdelen. En ik zal jullie nu laten zien welke onderdelen dat zijn. Dit is een mastdeel. Er komen 5 mastdelen per windmolen op deze locatie aan. Het gebeurt met speciaal transport, 's avonds en 's nachts, om het andere verkeer zo min mogelijk te hinderen. Omdat het zo groot en bijzonder transport is, betekent het ook dat onderweg in de route hier naartoe wegen worden aangepast op sommige plekken. Denk aan een rotonde links omnemen in plaats van rechtsom zoals het eigenlijk hoort, bochten verbreden. Dat wordt achteraf uiteraard allemaal wel weer hersteld. Heel belangrijk onderdeel natuurlijk, de mast. Maar er zijn meer belangrijke onderdelen, zoals de gondel of ook wel de nacelle geheten. En die zal ik nu even laten zien. We staan hier bij de gondel, ook wel de nacelle geheten. Eigenlijk een belangrijk deel, het technisch hart. Een deel van het technisch hart van een windmolen. Dit komt bovenop de mast te staan, eigenlijk het huisje dus dat je bovenop windmolens ziet. Wat hier onder andere inkomt is de drivetrain, een hele grote versnellingsbak die de kracht van de wind via de wieken goed omzet, zodat er goed elektriciteit mee kan worden opgewekt. Verder zie je bovenop een soort koelingsunit, die zorgt dat alle apparatuur binnenin koel blijft, wordt gekoeld dankzij de wind die er langs waait. En bovenop zit ook een klein weerstation die meet hoe hard het waait en uit welke richting. En aan de hand daarvan wordt ook de windmolen telkens goed in de wind gezet, zodat hij zoveel mogelijk wind vangt. Dus dat gebeurt hier in deze gondel bovenop op 116 meter hoogte. Wat er nog vast komt te zitten aan de gondel, aan de voorkant van de gondel, is een heel belangrijk verbindingsstuk. En daar staan we hierbij. Dat is de naaf of de hub. En dat is een stuk dat komt daar aan de gondel vast te zitten. En zoals je hier ziet, zit een opening. Daar wordt een wiek aan bevestigd. Er zitten 3 openingen in. Dus een heel belangrijk koppelstuk om te zorgen dat de wieken en de windmolen zelf 1 geheel zijn. En zoals je ziet, ook dit is weer een groot onderdeel. En hiermee gaan we op weg naar eigenlijk de 3 blikvangers, de 3 lange wieken. Een meter of 55 lang zijn ze hier. Ze liggen achter mij en daar gaan we nu heen. Hier staan we dan tussen de wieken. Een goede 55 meter lang zijn deze. Het zijn hele ranke wieken eigenlijk. Hele grote dingen, maar toch ook heel rank en eigenlijk best ook wel kwetsbaar. Daarom zit er op het uiteinde, bij het puntje, zelfs een soort van stootkussen om te beschermen dat er niks gebeurt tijdens de bouw. Dat puntje trouwens gaat wel ruim 200 km per uur als die op volle kracht draait, soms zelfs nog wat harder. Aan het uiteinde van de wieken zitten een soort van kattorandjes. Maar wat die doen is die breken eigenlijk de lucht, waardoor de windmolen minder geluid maakt. En het zijn maar hele kleine tandjes, kattorandjes, maar die hebben een groot effect en maken de windmolens echt stiller. Hier sta ik dan aan het begin van de wiek. Hier wordt die vastgemaakt aan de hub, aan de naaf. Dat kun je zien met een heleboel bouten die hier zitten. Daarmee wordt die vastgeklonken aan de hub en de naaf, zoals dat heet. En dat zorgt ervoor dat ondanks de grote krachten die erop staan, doordat de wind tegen de wieken duwt, stevig aan de windmolen vast blijft zitten en zo elektriciteit opwekt.
Alle onderdelen zijn op locatie. De bouw kan nu echt beginnen. De bouw van de windmolen zelf. Dat betekent vooral onderdelen stapelen, mastdelen, gondel, hub, wieken. Alles moet omhoog en daarvoor heb je een hele grote hijskraan nodig. Maar het eindresultaat mag er dan ook zijn. Dan heb je echt een windmolen staan en daar gaan we nu heen. Als de hijskraan staat en die gaat aan de slag, dan kan een windmolen in ongeveer 2 dagen gebouwd zijn. Als het weer een beetje mee zit, want hoewel je normaal gesproken bij windmolens juist veel wind nodig hebt, wil je dat tijdens de bouw niet hebben, anders kunnen de onderdelen niet veilig omhoog. Maar als je 2 dagen bouwen per windmolen, als dat klaar is, moet er nog alle apparatuur worden aangesloten en getest. Dat duurt nog een aantal weken, maar als dat klaar is, dan zijn de windmolens echt klaar en gaan ze volop elektriciteit opwekken. We verwachten dat dit windpark zo in de loop van begin 2021 helemaal gereed is en operationeel is. En vanaf dat moment jarenlang veel duurzame energie opwekt.